Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme wil het ondernemingsklimaat in Suriname verbeteren. Dit is duidelijk gemaakt tijdens de workshop die het ministerie vanmorgen heeft gehouden in het La La Roux gebouw. De workshop is gehouden in samenwerking met de consultant Nordicity. Volgens Reina Raveles, directeur van het ministerie van HINT, zijn de gesprekken om te komen tot deze workshop 2 jaar geleden gestart. Raveles geeft aan dat verschillende ICT-bedrijven verdwaald zijn geraakt in een andere categorie tijdens de laatst gehouden bedrijventelling van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Maar in de bedrijventelling, dat is belangrijk, kwamen ze tot de conclusie dat ICT, let wel, 99 ICT-bedrijven zijn in het land. Ik denk persoonlijk dat er een aantal ICT-bedrijven verdwaald zijn geraakt in een andere categorie. Een tweede belangrijke conclusie is dat kunst, amusement en recreatie, dat daar 114 bedrijven landelijk geteld zijn. Dus dat betekent, als je puur uitgaat daarvan, dat eigenlijk voor dit onderzoek 213 bedrijven relevant zijn. Van 13.507 geregistreerde bedrijven. Persoonlijk denk ik nogmaals dat ik niet de lading dek. Ik denk dat als je die assessment doet, tijdens deze studie en een beetje gedetailleerder gaat kijken, dat je gaat zien dat sommige bedrijven onder overige zijn geraakt of onderhandel of overige dienstverlening. Maar het is wel belangrijk om een uitgangspunt te hebben. Aldus Reina Raveles, directeur van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Ze sprak vanmorgen tijdens de workshop die het ministerie heeft georganiseerd in samenwerking met de consultant Nordicity. De workshop had als titel Economic Trick Analysis on Productivity, ICT and Creative Industries. Het doel is om het ondernemingsklimaat in Suriname te verbeteren. De workshop is gehouden in de vergaderzaal van het La La Roux gebouw.